Hey, fijn dat je weer van de partij bent voor je dagelijkse showbiz-update. Ook vandaag weer boordevol nieuws van bij ons. Scala trekt naar Rusland. Kim Kleister poseert trots met haar US Open trofee. Nieuwe single en wie weet ook nieuwe partner voor Laura Lin. We geven de gloednieuwe CD van Jacob Bont weg. En in de primeur bij Anne de eerste beelden van Ella. Het meidenkoor Scala scoort niet alleen goed in eigen land, maar ook ver buiten onze grenzen. Ze werd er onlangs een van hun optredens gefilmd door een Amerikaanse zender en trekken ze binnenkort zelfs naar Rusland. Ze zonder namelijk optreden voor de lancering van een nieuwe televisiezender. Je zou haast vergeten dat het voor hen allemaal begon in Aarschot. Ja, we zijn hier van nul begonnen in dit lokaal. Het is misschien niet het mooiste lokaal, maar zeker in ons leven het meest efficiënte lokaal dat we ooit gebruikt hebben. Dus wij repeteren hier van in 96 al tot nu. Ik heb hier ook als leerling gezeten in dit lokaal, een muziekles. En ik heb dus urenlang, maar echt urenlang, naar alle instrumenten van het orkest moeten kijken, ging daarachter. Dus ik ken ze, hè. Mocht het aan mij vragen, ik was voorbereid. We vertrekken naar Moskou volgende week. Daar gaan we een paar nummers voor repeteren. We moeten een nummer doen samen met een Russische hip-hop rockband. Dat zijn curieuze mannen, hè? Die spreken geen Engels, dus dat wordt nog repetitiegewijs wordt dat nog tof. Dat is een grappig en hip-hop genre. Ja. De band spreekt alleen maar Russisch. Ja. Puur Russisch. Fijn. Kim Kleisters heeft naar goede traditie, één dag na haar overwinning op de US Open, haar trofee geshowd voor de internationale pers. Kleisters hield weliswaar iets wat onwennig op hoge hakken een fotoshoot in het bekende Central Park van New York. Het is eens wat anders. Vorig jaar stond Kleisters met haar beker nog op de drukke Times Square. Nu showt ze die in Central Park, maar het kader blijft heel mooi. De belangstelling is ook groot. Tientallen fotografen verdringen zich. Kim is een wereldster. De feestelijke outfit maakt het haar wel niet makkelijk. Ze staat wat wankel op de hoge hakken. Geen echtgenoot Brian Lynch of dochter Jada deze keer. Maar Kleisters hoeft niet alle aandacht voor haar alleen. Ze wil op de foto met alle mensen die meewerken aan haar succes. Coach Wim Fisset, manager Bob Verbeek en osteopaat Sam Verslegers. Een kwartiertje is genoeg en dan is Kleisters weer weg. Overmorgen is ze terug in het land. En wellicht volgende week woensdag wordt ze feestelijk ingehaald in Bree. Gisteren wist je al te vertellen over de mogelijke breuk tussen Laura Lin en haar vriend Tony. Die breuk is dan ook vandaag bevestigd, dus Met jouw samenleven is dan wellicht een ongelukkige titel voor haar nieuwe single. Of misschien zaten we gisteren toch dichter bij de waarheid dan gedacht, want zo worden Laura en Matthias van de Sunset in het showbiz-circuit al aan elkaar gelinkt. Wie zal het zeggen? Wij brengen alvast vandaag de nieuwe single. Het is wel niet de eerste keer, jij brengt je werk naar huis. Maar te wachten. Toch heb ik het gevoel dat ik altijd bij jou wil zijn. Met jou samenleven is een droom voor mij. Samenleven, altijd dicht bij mij. Ik heb mijn hart verloren. Jou vergeten kan ik niet. Jacob Bont stelt met grote trots hun gloednieuwe album Als ik van u was voor. De CD is helemaal zelf geschreven door singer-songwriter Riet Muilaert, met haar persoonlijke kijk op het leven en met rijke arrangementen van de band. Deze combinatie leverde een straf tweede album op en daar geven wij maar liefst 5 exemplaren van weg. Surf als de bliksem naar anne.be en geef een correct antwoord op onze wedstrijd. Toi toi! Eindigen doen we vandaag met in primeur op Anne de eerste beelden van de gloednieuwe telenovelle Ella. Het verhaal start op VTM op vrijdag 24 september en zal maar liefst 200 afleveringen tellen.